Goedemorgen. We gaan op dit moment hoofdstuk 12 bespreken. Hoofdstuk 12 gaat over rechtsvormen. In hoofdstuk 11 hebben we besproken hoe je een eigen bedrijf gaat beginnen. In hoofdstuk 12 gaan we erop in van, ja, maar voor wat voor rechtspersoon, rechtsvorm, kies je dan uiteindelijk als je een bedrijf wil beginnen? Misschien hebben jullie ooit gehoord van een eenmanszaak, BV, NV. Nou, dat is wat we nu gaan bespreken. Volledig theoretisch hoofdstuk. Alleen is het wel erg belangrijk om dit goed door te nemen, want ja, je kan ervan uitgaan dat dit in de rest van je bedrijfseconomie, carrière, veelvuldig terug zal komen. Nou, wat is een rechtsvorm? Een rechtsvorm is een vorm van een organisatie. Dus je begint een bedrijf, maar je moet een keuze maken wat voor vorm je dat bedrijf wil geven. En afhankelijk van de vorm die je kiest, heb je te maken met een aansprakelijkheid. Je begint bijvoorbeeld een bedrijf. Dat bedrijf dat gaat, maar ja, hopen we niet, want het bedrijf moet succesvol worden, winst maken. Maar stel nu dat het bedrijf niet meer bestaat. Maar er blijven wel schulden achter. Wie is er dan verantwoordelijk voor die schulden? Of het bedrijf maakt dingetjes. En dan gaat iets mis. Een product blijkt niet goed te zijn. Is dan het bedrijf verantwoordelijk? Of de persoon van wie het bedrijf is? Nou, en dat zijn dus rechtsvormen. En dus afhankelijk van welke rechtsvorm, voor welke rechtsvorm je kiest, is er dus ook inderdaad een beetje dus ook wie er aansprakelijk is. Dus wie is er verantwoordelijk voor een schuld die eventueel achter zou blijven? Nou, om te beginnen moet je weten wat een natuurlijk persoon is. Nou, een natuurlijk persoon, dat ben ik, dat zijn jullie. Dus dat is gewoon een mens dat inderdaad gewoon leeft. Een mens heeft bepaalde verplichtingen, een mens heeft een bepaalde zaken waar ze aan moeten voldoen. Je moet je aan de regels bijvoorbeeld houden. Nou, dat is een natuurlijk persoon. Jij kan worden aangesproken als natuurlijk persoon. Nou, dit zijn dus inderdaad alle wetten en plichten die liggen dus in een wetboek vast. Dus jij moet je gewoon aan die regels houden. Doe je dat niet, nou, dan krijg je een boete. Of je krijgt zelfs op een gegeven moment misschien een gevangenisstraf. Dus doe het allemaal niet. Maar in ieder geval een natuurlijk persoon. Voor de wet is dat gewoon een belangrijk criteria. Gewoon, wat is er natuurlijk zo? Dat ben jij, dat ben ik, dat zijn alle mensen die er zijn. Maar voor een bedrijf ligt dat dus anders. Want een bedrijf, daar geeft het van belang, wie is de rechtspersoon? Wie kan je aanspreken als er iets verkeerd gaat bij het bedrijf? Het product is niet goed geweest, of er blijft een schuld achter, wat ik net zei, als het bedrijf niet bestaat. Dan moet je weten wat de rechtspersoon is. Dus, wie ga je aanspreken om je recht te halen? Zo kun je het beste denken onthouden. Nou, en alle bedrijven, alle organisaties, dat zijn rechtspersonen. Dus we hebben te maken met een privépersoon, een mens, dat is een natuurlijk persoon, en anders hebben we te maken met een rechtspersoon. Alleen achter die rechtspersonen, daar zitten natuurlijk altijd weer mensen. En dus de vraag is inderdaad van, wie is er nu echt aansprakelijk? Ten alle tijde de rechtspersoon. Alleen afhankelijk van welke rechtsvorm je kiest, zijn er soms ook privé mensen toch nog aansprakelijk voor de verliezen die zijn gemaakt. Nou, dit ligt ook vast in het wetboek. Wat zijn rechtspersonen? Wat zijn de rechten? Wat zijn de plichten? Allemaal van dat soort dingetjes. Nou, welke rechtspersonen hebben we? Stel, je gaat een bedrijf beginnen. Meestal begin je dan niet zo groot, begin je wat kleiner. De kans is heel groot dat je begint met een eenmanszaak. Nou, wat betekent een eenmanszaak? Een eenmanszaak betekent niet dat er maar één persoon werkt. Nee. Een eenmanszaak betekent dat er maar één eigenaar is. Dus er is maar één eigenaar en die geeft een leiding aan het bedrijf. Het zou ook kunnen dat je op een gegeven moment toch een hele grote eenmanszaak krijgt, met heel veel personeelsleden, met heel veel geld erin, en dat op een gegeven moment ja, een directeur wordt aangesteld. En het hoeft dus dan niet de eigenaar te zijn. Maar dus eenmanszaak gaat er dus om dat er maar één eigenaar is. Zo begin je meestal, als je klein begint, je koopt iets in, je verkoopt het. Kan je prima een eenmanszaak beginnen. Je bent bijvoorbeeld schilder, je gaat klusjes uitvoeren. Je weet gerust wel wat voor klusjes je doet. En of het goed gaat, want je zit dicht op de bal. Alleen, ja, je hebt bepaalde verantwoordelijkheden. Bij zo'n eenmanszaak. Je moet alles zelf doen. Alle beslissingen moet je zelf nemen. Als het groter wordt, hoeft het niet. Alleen,
Jij bent verantwoordelijk. Jij als eigenaar bent verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Met je product moet goed zijn en met de financiën. Dat moet ook in orde zijn. Nou, op het moment dat jij een bedrijf wil beginnen, laten we zeggen dat je begint met een eenmanszaak. Wat doe je? Je gaat naar de Kamer van Koophandel. Bij de Kamer van Koophandel laat je je in het handelsregister inschrijven. En dan is je bedrijf daar. Dat is heel makkelijk te regelen. Als je 18 jaar bent, op internet vul je tegenwoordig in en dan heb je je eenmanszaak. Dat is geen enkel probleem. Als je dat hebt gedaan, moet je ook nog eventjes inderdaad, want je gaat handelen. En als je gaat handelen, dan ga je spullen verkopen. En als je spullen verkoopt in Nederland, dan moet je een BTW moet je dan afdragen. Nou, dus dan moet je ook bij de Belastingdienst moet je jezelf aanmelden. Volgend loket, dus Kamer van Koophandel, loketje 1. Loketje 2 is dus inderdaad de Belastingdienst om een BTW-nummer aan te vragen. Nou, dat heb je dan allemaal mooi gedaan. En nu ga je handelen als eenmanszaak. Nou, dan ben jij dus inderdaad aansprakelijk met je rechtspersoon voor alles wat er gebeurt. Alleen, dit is een rechtspersoon, de eenmanszaak, waarbij de natuurlijke persoon, jij, hoofdelijk aansprakelijk bent voor het resultaat. Dus stel, er blijft een verlies achter, het bedrijf bestaat niet meer, dan ben jij gewoon met je eigen huis, je eigen bezittingen, ben je dus aansprakelijk voor dat verlies. Dus er is geen scheiding tussen de financiën van het bedrijf en van de persoon, de natuurlijke persoon zelf. Dus kies je voor deze vorm en het gaat helemaal mis en heb je privé nog heel veel geld, dan komen de schuldeisers gewoon het geld bij jou als privépersoon ophalen. Dus dat is het allerbelangrijkste van een eenmanszaak. Er is één eigenaar en er is geen scheiding in kapitaal tussen de privépersoon en de rechtspersoon. Of de rechtsvorm in ieder geval. Nou, dus bij een faillissement kan dat echt wel een probleem opleveren. En wat is een faillissement? Een faillissement betekent dat het bedrijf ontbonden wordt. Je kan niet meer aan je schulden voldoen, dus je wordt failliet verklaard. Dan gaan ze alle spullen verkopen. En met de spullen die ze verkocht hebben, met het geld daaruit, proberen ze de schulden af te lossen. Nou, als dat niet lukt, blijft er een schuld achter en die restschuld moet jij dus privé betalen. Heb je dat geld niet, dan kan je ook nog persoonlijk failliet worden verklaard. En als je persoonlijk failliet wordt verklaard, dan kan je zelfs in een schuldsanering komen. En dan heb je voor een hele lange periode maar een klein bedrag per maand waarbij je spulletjes voor kan kopen. Dus ga je het dus met een eenmanszaak een bedrijf beginnen, dan kleven de risico's eraan vast. Het is heel makkelijk om te beginnen, het kost niks, alleen er zijn dus risico's. Dus bedenk goed als je gaat beginnen of een eenmanszaak de juiste vorm is. In het begin kan het zo zijn, als je groter wordt en de risico's zijn moeilijker te overzien, dan wil je waarschijnlijk geen eenmanszaak blijven. Nou, faillissement betekent dus dat je schulden niet kunt betalen en dat het bedrijf niet meer gaat bestaan. Alles wordt verkocht en de schulden worden afgelost. Maar net voordat dat gebeurt, of in ieder geval, het hoeft niet eens altijd te gebeuren, maar je hebt je zaken niet goed op orde. Je krijgt allerlei rekeningen binnen en die kan je op dit moment eventjes niet betalen. Maar als inderdaad mensen dat geld wel bij jou gaan opeisen, want ze zeggen, we hebben spullen geleverd, maar je moet het nu betalen, en ze gaan beslag leggen op je rekening, zodat je helemaal niks meer kan, ja, dan weet je één ding zeker, dan ga je zeker failliet. Dus om dat te voorkomen, zou je surseance van betaling aan kunnen vragen. En dat betekent eigenlijk uitstel van betaling. Dan krijg je een periode en in die periode hoef je dus je rekeningen niet te betalen. En waarom is dat handig? Dan kan je uitzoeken of het bedrijf nog levensvatbaar is. Heel veel gevallen ga je van surseance van betaling uiteindelijk toch failliet. Maar er zijn mogelijkheden dat je toch weer geld ergens vindt. Een nieuwe lening, een investeren, waardoor je niet failliet hoeft te gaan. Dus, het gaat niet zo goed. Meestal eerst surseance van betaling. Kom je uit je surseance van betaling, dan ga je gewoon weer verder. Lukt het niet, dan ga je alsnog failliet. En wordt dus het faillissement aangevraagd. Nou, hoe dit allemaal zit, zijn ook weer wetboeken vol mee geschreven. Dus je hebt een faillissementswet. Hoe gaat dat? Waar moet je aan voldoen? Wat zijn de rechten van dus inderdaad de mensen die van jou geld moeten krijgen? De leveranciers, personeel, staat hier allemaal in geschreven. Nou, dus de eerste eenmanszaak. En de eenmanszaak dus, één eigenaar, hoofdelijk aansprakelijk. Dus als het misgaat met het bedrijf, ben je privé ook aansprakelijk voor de schulden die het bedrijf heeft gemaakt. Maar nu ben je maar alleen. Maar je kan natuurlijk ook op een gegeven moment denken van, ik ga met meerdere mensen een bedrijf beginnen. Dus met meerdere vennoten ga je dus een bedrijf beginnen.
Dus als je met meerdere vennoten een bedrijf gaat beginnen, dan noem je dat een vennootschap onder firma. Bij zo'n vennootschap onder firma gelden dezelfde regels en dezelfde voorwaarden als bij de eenmanszaak. Dus je bent ook hoofdelijk aansprakelijk. Alleen je bent met meer. Dus er zijn meer eigenaren. Dus een deel van de werklast en de druk zal verdeeld zijn. Maar gaat het mis, ben je nog steeds hoofdelijk aansprakelijk. Nou, hetzelfde ding allemaal, hoofdelijk aansprakelijk, dus als je het failliet gaat, is ook je privévermogen, is dus inderdaad, behoort bij het faillissement. En misschien kan je vanuit daar de schuldeisen betalen, maar je bent wel het geld kwijt. We zitten nog aan een probleempje aan een vennootschap onder firma. Stel nu, je gaat met z'n tweeën beginnen, en de een heeft helemaal geen privévermogen, en de ander wel. En als het bedrijf nu failliet gaat en de restschuld, dus nadat het bedrijf verkocht is, is bijvoorbeeld 100.000 euro. Dan gaat de schuldeiser, die mag dan het geld opeisen bij de persoon die het makkelijkst kan betalen. Dus als eentje niks heeft en de andere heeft inderdaad meer dan voldoende geld, dan haalt hij gewoon de volledige 100.000 euro, dus de restschuld, op bij die ene persoon. Dan heeft die ene persoon is dus gewoon nog eens een keer 100.000 euro extra kwijt. Dan krijgt hij wel een vordering op de andere vennoot. Maar ja, als die al failliet is, persoonlijk ook, want hij heeft gewoon geen geld. Ja, dan zal hij natuurlijk ook nooit zijn geld terugzien. Dus, vennootschap onder firma, hoofdelijk aansprakelijk. En een schuldeiser mag zelf weten bij wie hij het geld gaat innen. En hij kiest natuurlijk altijd degene waar het makkelijkste op te eisen is. Dus, eenmanszaak, hoofdelijk aansprakelijk. Vennootschap onder firma, ook hoofdelijk aansprakelijk. En de schuldeiser kiest gewoon een van de vennoten uit waar hij het makkelijkste zijn geld kan halen. En dan is het aan die vennoot om bij de andere vennoten, of de ex-vennoten, want de vennootschap onder firma bestaat niet meer, om alsnog zijn geld op te halen. Dat is dus een vennootschap onder firma. Nou, voordelen, je bent met meerdere mensen, dus je kan wat dingen gaan spreiden, specialiseren. Je bent wat groter, dus het is misschien makkelijk om geld te lenen. En mocht er iets gebeuren, iemand die breekt zijn been, dan kan het bedrijf misschien toch makkelijker even doorgaan. Zijn er ook er staan niet eens de nadelen bij. Maar wat zijn de nadelen? Jij bent dus ook verantwoordelijk voor het rijden en zeilen van je vennoot. Maak hier een zootje van. Ja, dan ben jij nog steeds privé ook aansprakelijk voor de fouten van een ander. Dus er kleven ook risico's aan. Nou, oprichting. Dat gaat dus via de notaris. Of je mag zelf al wat opstellen. En de winst die hier gemaakt wordt, die wordt gelijk verdeeld als je net zoveel geld hebt ingebracht. Of het kan naar rato zijn als de ene gewoon meer werk doet of meer geld inbrengt. Nou, en als je winst maakt, dat is ook belangrijk om te weten, bij zo'n eenmanszaak en zo'n vennootschap onder firma, dan betaal je dus over het bedrag dat overblijft, dus de winst, betaal je gewoon inkomstenbelasting. Dus de belasting die je betaalt is gewoon hetzelfde alsof je gewoon in loondienstenstelsel bent. Dus je koopt in voor 100, je verkoopt voor 50, heb je 50 winst en over die 50 betaal je dus inkomstenbelasting. Het is ook gewoon belangrijk om te weten hoe de belasting heet, de winstbelasting heet die je betaalt. Inkomstenbelasting bij eenmanszaak en VOF, vennootschap onder firma. Nou, de risico's van zo'n eenmanszaak en VOF zijn dus dat je hoofdelijk aansprakelijk bent. Gaat het bedrijf failliet, dan word je privé, ben je aansprakelijk voor de schuld. Maar je kan ook zeggen van ja, nee, maar dat wil ik helemaal niet. Ik ben nu zo groot geworden. Ik wil het los van elkaar maken. Dus mijn privévermogen staat los van mijn zakelijk vermogen. Nou, dan kan je een BV of een NV beginnen. Een BV staat voor besloten vennootschap en een NV staat voor naamloze vennootschap. Deze twee bedrijven geven aandelen uit. En die aandelen worden uitgegeven. Nou, bij een NV kan je ze er ook in mee handelen op de beurs. Bij een BV kan dat niet, want het is een besloten vennootschap. Je kan niet zomaar die aandelen verkopen. Maar de aandelen, daar heb je als aandeelhouder geld voor betaald. Gaat het bedrijf failliet, dan is het bedrijf misschien niks meer waard en zijn de aandelen niks waard. Alleen je kan nooit meer kwijtraken dan wat je hebt ingelegd. Dus als je 100 euro hebt ingelegd en het bedrijf bestaat niet meer, dan verlies je dus je inleg. Maar je verliest nooit meer dan dat bedrag. Ze kunnen niet zeggen, oh, je hebt nog een huis, ga dat maar verkopen. Dus BV, NV is dus je privévermogen gescheiden van het zakelijke vermogen.
Nou, dat heeft te maken omdat je een aandeel hebt en die aandelen worden uitgegeven. Je koopt een aandeel en dat aandeel, ja, dat wordt meer waard als het goed gaat met het bedrijf. En het wordt minder waard en kan zelfs naar nul gaan als het bedrijf failliet gaat. Als een bedrijf winst maakt, dus een BV of een NV, dan betaal je over de winst geen inkomstenbelasting, maar een ander soort belasting. En dat noem je vennootschapsbelasting. Dus bij een BV, NV, als zij winst maken, dan betaal je vennootschapsbelasting. En wil je dat bedrag dan weer uitkeren aan de aandeelhouders, dan moet je nog eens een keer als bedrijf dividendbelasting betalen. Dus een NV en een BV betalen eerst de vennootschapsbelasting. En als ze het geld willen uitkeren aan de aandeelhouders, betaal je dividendbelasting. Als je die twee belastingen bij elkaar optelt, kom je ongeveer op hetzelfde tarief uit, percentage uit, als wat het bij inkomstenbelasting is. Dus voor er zit een verschil in hoor, tussen de hoeveelheid belasting je betaalt, maar gemakshalve mag je ervan uitgaan dat het ongeveer hetzelfde is. Nou, wie hebben nu voor het zeggen bij zo'n NV en BV? Nou, dat zijn degenen die de aandelen bezitten. Dus de aandeelhouders, dat zijn de mensen die bepalen wat er gebeurt. Overdag, gedurende een periode, is de directeur natuurlijk, die kan allerlei beslissingen nemen. Alleen voor de grote, belangrijke beslissingen moeten altijd de aandeelhouders instemming geven of toestemming geven om dat te gaan doen. Bijvoorbeeld, ze willen iemand anders overnemen. Dan moeten mensen ontslagen worden. Ze willen verhuizen met het bedrijf. Dan moeten de aandeelhouders moeten toestemming geven. Nou, aandeelaantoner, ja. Je weet niet wie de aandeelhouders zijn en dat is zo bij een naamloze vennootschap. Als jij nu aandelen koopt op de beurs van Philips, ABN, ING, dan weten ze niet dat jij die aandelen hebt gekocht. Dus dat noem je aandelenaantoner. Je weet niet van wie ze zijn. Ze staan niet op naam. Ze worden beheerd bij een bank, maar je weet niet dat jij bijvoorbeeld de aandeelhouder bent als je een aandeel hebt gekocht. En daarom is het een naamloze vennootschap. Wat kan er gebeuren? Het kan op een gegeven moment zo zijn dat zo'n bedrijf inderdaad dat is genoteerd op de beurs. En als je genoteerd bent op de beurs, dan kan er een ander bedrijf zijn of een andere persoon die zegt, nou, ik wil heel graag dat bedrijf kopen. Nou, dan ga je overleggen met elkaar normaal gesproken en dan zeggen ze van, nou ja, wij willen een bedrag betalen van 200 euro per aandeel. En dan kan je als bedrijf zeggen, nou, vinden we prima, dus koop alle aandelen maar. Wij adviseren alle aandeelhouders om de aandelen aan te bieden. En dan nemen jullie het bedrijf over voor dat bedrag per aandeel. Maar het kan ook zo zijn dat de directie zegt, nee, dit lijkt ons geen goed idee. Dus we willen niet dat jullie ons overnemen. Als dan toch de potentiële koper het doorzet en zegt van, we gaan toch rechtstreeks naar de aandeelhouders om te kijken of die toch hun aandelen willen verkopen voor 200 euro. Dan spreek je van een vijandige overname. Dus als het doorgaat, hè. En de aandeelhouders zijn het er wel mee eens, maar de directie niet. Dan spreek je van een vijandige overname. Nou, wie hebben het nu voor het zeggen bij een BV of een NV? Dat zijn de aandeelhouders. En eens per jaar komen die sowieso samen tijdens de AVA. En dat staat voor Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dit is het hoogste orgaan. Binnen een bedrijf hebben zij het voor het zeggen. Op dagelijkse basis doet de directie dat of allerlei managers. Ze zijn ook verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Maar de aandeelhouders die hebben het laatste woord bij grote beslissingen. Dus onthoud het, AVA, Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daar worden de belangrijke grote beslissingen goedgekeurd. Want ze worden voorbereid door de directie, maar de beslissing moet genomen worden door de aandeelhouders. Nou, dan heb je de directie, die doet de dagelijkse leiding, afhankelijk van waar de directie zit, is het heel strategisch, dus het gaat om de lange termijn of het gaat om kleinere managementachtige dingetjes. Maar die zijn goed bezig met het bedrijf, alleen ja, doen ze het echt heel erg goed? Dat weet je niet. Jij als aandeelhouder loopt dan niet elke dag rond. Dus wat hebben die aandeelhouders gedaan? Die hebben een RVC, een Raad van Commissarissen, aangesteld. Die houden zo nu en dan toezicht of de directie zich houdt aan de regels, richtlijnen. Waar het bedrijf zich op richt. Dus is de bedrijfsvoering goed? Houden ze zich aan de afspraken die ze in zo'n algemene vergadering van aandeelhouders zijn gemaakt? Daar gaat het om en een raad van commissarissen houdt een beetje toezicht. Je mag ook advies geven, maar het belangrijkste is toezicht houden op die directie. Nou, hoe zit het met aansprakelijkheid? Ja, jij als aandeelhouder kan dus je inleg verliezen. Dus je hebt een aandeel gekocht.
aandeel. Nou, voor het bedrijf failliet gaat, dan ben je geld kwijt. Misschien krijg je een klein stukje terug hoor. Maar normaal gesproken kun je inleg verliezen. Maar blijft er een restschuld over, dan komen ze niet bij jou om alsnog dat geld op te eisen. Want er is een scheiding tussen privé en zakelijk. Wie kan er wel aansprakelijk zijn voor eventuele verliezen? Dat zou de directie zijn. En hoe kan dat? De directie zou aansprakelijk kunnen zijn als ze eigenlijk gewoon onbehoorlijk bestuur hebben gepleegd. Dus eigenlijk gewoon fraude hebben gepleegd. Ze hebben dingen gedaan die echt niet mogen. Dus stel dat jij zelf een bedrijf hebt en het is een BV. En je maakt er echt opzettelijk een zootje van. Je doet dan een oplichting. Dan kan je nog steeds persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor je privévermogen. Dus die scheiding is er, maar je moet je wel houden gewoon aan de regels die er zijn. Het grote voordeel dus van een BV en NV is dus die scheiding van privévermogen en zakelijk vermogen. Nou, en op het moment, een van de voorbeelden die er dus is inderdaad van wanneer gaat de directie de mist in, als er eigenlijk geen geld kan worden uitgekeerd. Als blijkt dat het geld er niet meer is, dan kan je jezelf geen beloning meer uitkeren. Als je dat wel doet, dan onttrek je eigenlijk geld aan een bedrijf, wat op dat moment niet geoorloofd is, en dan is er eigenlijk sprake van fraude, en dan kan je dus persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Nou, hoe werkt de oprichting? De oprichting is, je moet kapitaal storten. Vroeger moest je voor een BV nog echt wel serieus geld storten. Nu gaat het om 1 cent. Dus het is een bedrag van niks. Dus een BV kan je ook vrij makkelijk oprichten. Je moet het alleen wel bij de notaris doen. En als je zegt, ga je aangeven hoeveel aandelen er moeten worden gecreëerd. Wat het bedrag is van de aandelen. En je moet in ieder geval 1 cent storten als beginkapitaal. Bij een NV moet er iets meer gestort worden. En meestal kan je het verschil tussen een BV en een NV wel zien, doordat het een NV zijn meestal grotere bedrijven. Nou, naast dus die bedrijven met een winstoogmerk, dus die echt geld willen verdienen, dus de eenmanszaak, VOF, BV en NV, zijn er ook allerlei organisaties die geen geld willen verdienen. En die hebben dus ook geen winstoogmerk. Nou, en wat zijn dat? Dat zijn bijvoorbeeld verenigingen. Nou, de vereniging zijn jullie allemaal ongetwijfeld lid van. De voetbalvereniging, de tennisvereniging, de schaakvereniging, de turnvereniging. Allemaal van die dingen. Zo'n vereniging moet ook worden opgericht. Dat kan je op 2 manieren doen. Dat komt denk ik zo wel voorbij. Ja, je kan het formeel doen. Nou, als je het formeel doet, dan ga je inderdaad statuten aanmaken. Dus dan ga je zeggen, wat gaat deze vereniging doen? Nou, de tennisvereniging die gaat ervoor zorgen dat er getennist kan worden. Dus dat staat in de statuten. Een tennisvereniging houdt zich bezig met tennis. Het aanbieden van tennissen voor jeugd, volwassenen, dat soort zaken. Nou, dat wordt dan opgeschreven. Wordt ook in het handelsregister wordt zo'n vereniging wordt aangemeld. Veelal heb je geen BTW-nummer nodig, want je bent vrijgesteld van BTW. Dus je hoeft niet naar de Belastingdienst te gaan. Maar dan heb je een formele vereniging. Mocht dus nu inderdaad de vereniging niet meer bestaan, niet meer aan hun betalingen kunnen voldoen, omdat ze hebben grote investeringen gedaan en ineens lopen alle leden weg, dan bestaat zo'n vereniging op een gegeven moment niet meer, dan ben je als bestuurder van die vereniging niet hoofdelijk aansprakelijk. En de leden, die worden dan ook natuurlijk niet aansprakelijk gesteld, want die hebben niks met het bestuur van. Dus formele vereniging is het bestuur niet verantwoordelijk als er schulden achterblijven. Bij een informele vereniging, dus eentje die je gewoon begint. Jullie beginnen zeggen van, we beginnen een voetbalvereniging. En dan ligt niks vast op papier. En het is niet ingeschreven in het handelsregister. En op een gegeven moment ben jij dus schulden aangegaan die je niet kan terugbetalen. Dan is de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk. Dus stel je begint een beleggingsvereniging, want die hebben we natuurlijk ook. Een clubje. En op een gegeven moment gaat het niet goed met de aandelen. En je haalt een heel groot verlies aan. Hou je over, dan ben jij dus als bestuurder ben je hoofdelijk aansprakelijk. Want dan heeft eigenlijk nooit een vereniging bestaan en was het gewoon een privé clubje. Dus daar moet je op letten. Stel dat je ooit bestuurder wordt van een vereniging, zorg dat het een formele vereniging is. Dus dat staat ingeschreven in het handelsregister. Nou, wie op dagelijkse basis zit het bestuur?
bepaalt wat er gebeurt. Maar ook als er weer hele grote beslissingen moeten worden genomen. Er moeten nieuwe voetbalvelden worden aangelegd. We gaan van gewoon gras naar kunstgras. Of weer terug van kunstgras naar gewoon gras. Kost heel veel geld. Er moet een nieuw clubhuis komen. Als dat allemaal gebeurt, dan moeten de eigenaren van de vereniging, en dat zijn dus in dit geval de leden, die moeten toestemming geven. Dus het hoogste orgaan hier bij een vereniging heet de Algemene Ledenvergadering, de ALV wordt deze genoemd. Dus de Algemene Ledenvergadering moet toestemming geven voor belangrijke zaken die dus de hele vereniging beïnvloeden. Nou, dan als laatste hebben we nog een stichting. En een stichting, dat hebben we al iets eerder besproken, vorige hoofdstuk volgens mij. Dat is bijvoorbeeld, een musea. Er hebben geen leden, het heeft geen winstoogmerk. Dus ja, dan is het automatisch eigenlijk een stichting. Een school is ook een stichting. Nou, die hebben we bijvoorbeeld als doel, hebben ze bijvoorbeeld het aanbieden hier of van deze school van les. Maar dat kan een hele grote organisatie worden. En bij zo'n stichting heb je te maken met een bestuur. En het bestuur, dat is het hoogste orgaan, inderdaad, binnen zo'n stichting. Als zo'n stichting op een gegeven moment ook niet meer aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, en dus ook ophoudt te bestaan, dus ook failliet gaat, dan is het bestuur niet aansprakelijk voor de schulden die erachter blijven. Natuurlijk wel weer bij fraude, want dan geldt wel die hoofdaansprakelijkheid. Maar normaal gesproken is het bestuur niet aansprakelijk voor de schulden die gemaakt worden. Nou, richt je een stichting op. Een stichting, hetzelfde verhaal. Je gaat naar de notaris en het wordt ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Moet allemaal geregeld zijn, want anders is het geen rechtspersoon. En ben je dus inderdaad voor de dingen die je doet wel gewoon hoofdaansprakelijk. Maar dan is het dus ook nooit een stichting geweest. Nou, het bestuur is dus het hoogste orgaan en is dus verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Als zij zich aan de regels houden, zijn ze niet hoofdelijk aan sprake. Doen ze dat. Houden ze zich niet aan de regels, kan dat wel zo zijn. Maar dus een stichting en vereniging, als ze goed zijn opgericht en ze houden zich aan de regels, is er dus ook weer een scheiding tussen het privévermogen van de bestuurders en het zakelijke vermogen. Nou, dit was hoofdstuk 12 alweer. Ik hoop dat het wat duidelijk is geworden. En succes met het maken van de opgave.